stylist. Oh, ja. Een stylist is goed als hij jouw sterke punten weet te benadrukken. En ervoor zorgt dat hij jou uitdaagt in wat je draagt. Dus naarmate hij ouder wordt, ga je denken, oh, dat staat me niet en dat staat me wel. En soms kun je daar een beetje vast in komen te zitten. En dan word je een beetje, misschien een beetje arrogant als je het wist. Dan ga je echt eisen van dat wil ik niet en dat juist wel. Dus het is de combinatie tussen dat hij jouw sterke punten benadrukt en dan zegt hij, maar ik probeer ook echt dat. Want ik denk dat dat jou een stapje verder brengt. Iemand die mij zeker nooit nodig zal hebben is Victoria Koblenko. Ik vind het altijd heel erg knap hoe zij op elke rode loper een soort van effortless in de meest prachtige jurk verschijnt. En dat ze er ook echt dagelijks in loopt. Dus je ziet helemaal geen moeilijk moment bij haar. Op de hakken niet, op de rug decolleté niet, als ze voor een decolleté heeft, maakt allemaal niet uit. Handtasje casual in de hand. Nee, ik denk dat Victoria mij echt niet nodig heeft.